Goeiedag, daar zijn we weer met de Discourse Academy. We praten over relevante onderwerpen die ons bezighouden. En we hopen ook u. Mijn naam is Luc Sala. Ik ben fysicus en ik heb ook een achtergrond in de computerwereld. En naast me zit Ewout Storm van Leeuwen. Hij is schrijver en milieu-ecoloog, milieudeskundige. En we gaan praten over wat digitale identiteit betekent. Ja, wat betekent digitale identiteit? Ja, nou, we hebben een concept van identiteit. Wie ben je? Dat is eigenlijk een heel breed begrip. Je bent alles wat je beleefd hebt en alles wat je moet. Maar de laatste tijd is het woord digitale identiteit gevallen. En daar bedoelen ze mee wat jij bent, bijvoorbeeld bij Facebook. Hoe ze jou gerangschikt hebben, geïdentificeerd als een persoon bij Facebook. Maar de gemeente heeft natuurlijk ook een digitale file over je. De overheid, de politie, je medische files. Dus eigenlijk moet het zijn digitale identiteiten. We hebben ontzettend veel digitale identiteiten. In principe zou je kunnen zeggen, als die alles bij elkaar zouden een goed beeld moeten geven. Maar in de praktijk weten we dat dat helemaal niet werkt. En digitale identiteit is een probleemgebied. Dat heeft met privacy te maken, maar de laatste tijd zie je dat men dat onderwerp privacy, wat eigenlijk een idee is over je binnenwereld, de ruimte die je in je binnenwereld hebt, hè, dus de vrijheid die je van binnen hebt. Zou je het ook persoonlijke integriteit kunnen noemen? Ja, en daar speelt autonomie bij, maar dat is men aan het splitsen en men praat dan over digitale identiteit. Hè. Dus we hadden vroeger een autoriteit die over privacy ging, nee, die is helemaal omgebouwd naar, dat gaat over digitale identiteit. Nou, om te beginnen, hoe relevant is dat voor Amsterdam? Ja, laat me even hard zeggen, Amsterdam is een van de slechtste in dat opzicht. Halleluja, waarom? Alles wat hier gemeten wordt, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer en parkeren, wordt gelijk doorgegeven. Aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, we weten niet aan wie, maar men is daar heel handig mee. Het wordt, als het wat opbrengt, dan wordt verkocht. Het wordt verkocht, wordt doorgegeven. En, dus identiteit, althans onderdelen van identiteit. Die worden hier in Amsterdam met voeten getreden. Nou, daar doen ze heel moeilijk over. Er zijn allerlei, mevrouw Mediane is daar de wethouder die erover gaat. En we hebben zelfs een chief technology in officer Ger Baron. En die maakt ze er heel druk over hoe we dat beter kunnen doen. Maar als je de rapporten daarover leest. En ik heb hier zo'n rapport van PBLQ. Dat is een rapport dat gaat over dilemma's bij behoorlijk datagebruik in de openbare ruimte in Amsterdam. En dilemma's betekent dat er problemen zijn. Nou, als je dat dus doorleest, dan zie je dat er dat die 20 dilemma's die ze noemen, en met name van mensen die zijn geanonimiseerd, dat duidelijk is dat in Amsterdam de zaak gewoon op straat wordt gegooid. Dat is in het verleden gebeurd. Bijvoorbeeld, laat ik een voorbeeld noemen. Op een gegeven moment wilden ze weten hoe ze oude auto's konden herkennen. Hè, dus oudere diesels en wat dan ook. En dan reed je de stad in en dan kreeg je zo'n bordje. U mag niet meer. Ja, dat heb ik gezien. Ik heb zo'n oude oude. En dan kreeg je dat bericht. Ja. Nou, die gegevens zijn gelijk verkocht. Die zijn gelijk doorgegeven. En daar waren ze niet voor bedoeld. En dat is nou het hele verhaal. Je digitale identiteitsgegevens, die zouden beperkt moeten zijn tot waar je ze voor nodig hebt. He, dus we gaan niet jouw medische gegevens bijvoorbeeld verkopen aan de verzekeraar. Maar ook niet al die opnames boven de snelwegen van waar dus je nummer wordt geregistreerd. Er is dus uitgevonden dat je met de gegevens die Amsterdam verzamelt, en de laatste tijd doen ze dat dus op die ringweg, daar kun je dus precies zien waar jouw auto was. En het is zelfs zo dat je eigenlijk kunt zien wie erin zit. En dan ga je auto parkeren. En die parkeergegevens die gaan ook naar de Belastingdienst en naar de politie. En dat wil zeggen ook naar de beveiligingsdienst en antiterrorisme club. En waarschijnlijk naar de Amerikaanse overheid. En ze kunnen dus precies weten waar je zit. En er zijn wel wat proeven gedaan. Of je met die gegevens dan ook uit kunt vinden waar iemand is. En dan kwamen ze erachter dat je echt met 5 of 10 minuten marge kunt zeggen waar je bent geweest. En dat is vastgelegd.
En dat wordt gebruikt. En ja, kan je je voorstellen als jij een bepaalde terrorist wil pakken, dat dat heel nuttige informatie is. Maar het is ook een enorme aantasting van je privacy. Waar ben jij geweest? Waar heb jij de spullen gekocht? Waar ben jij, bij wie ben jij op bezoek geweest? Ja, wat heb jij voor vreemde dingen gedaan in de stad? Nou, goed. Dit rapport, wat dus een inventarisatie was, is voor mij een soort lijst van waarom Amsterdam hier zeer slecht in scoort. Ja, dus ik vind het echt bedroevend. En dan allemaal heel blij dat dan ook nog gaan onderzoeken alsof we het beter gaan doen. Nee, we doen het niet beter. Dus dit rapport is een doekje voor het bloeden, want ze laten het bloeden, want het levert geld op. Juist. Het is dus, en we gaan ermee door. Het is dus geen slecht beleid. Het is bewust van de. En dat staat in een aantal mensen die zeggen: ja, maar waar maak je druk over? Dit komt van bovenaf. Wij moeten dat gewoon doorgeven. Dat is beleid. Ja? En dan praten we over een links college die allerlei betuttelende maatregelen hebben. Ja, maar dat college ervoor deed het natuurlijk ook al. Het is dus. Alles in Amsterdam is toch verkocht? Ja. We bedrijven handel met de handel, met de dinges. En ja, dat is dus waarom digitale identiteit ook wereldwijd zoveel belangstelling heeft. En dan komen we bij een situatie rond Facebook. Een paar weken geleden heeft Facebook in Amerika een boete gehad van $5 miljard. Dat is nogal een klap, hè? 5 miljard. Dat is ongeveer het budget van Amsterdam, van de gemeente Amsterdam. Ja, maar dat verdienen zij toch in een maand weer terug? Nou, het heeft ze wel pijn gedaan. Oké. Okay. En dan is de vraag, waarom is dat gebeurd? Nou, daar zijn allerlei documentaires over gemaakt, ook op YouTube. De Big Hack. En daaruit blijkt dat men in Amerika eigenlijk de gegevens die Facebook had, en die mensen zelf hebben gegeven, want dat is het grappige, dat wij allemaal gegevens loslaten over wie we zijn, wat we willen. We googelen en alles wordt vastgelegd. Maar dat die gegevens door Facebook zijn gegeven. Ze zeggen dat ze dat niet hebben willen geven, maar die zijn in handen gekomen van Cambridge Analytics. Dat is een bedrijfje wat daarmee aan de gang is gegaan. En dat met die gegevens van 71 miljoen Amerikanen de verkiezingen is gaan beïnvloeden. En wel ten gunste van meneer Trump. Ja, maar het is niet alleen het Cambridge Instituut. De Russen hebben het ook gedaan. De Russen hebben een heel leger van trollen, zoals ze dat noemen, die allemaal valse identiteiten. Ja, maar dat is dus heel digitale moeilijk. Digitale identiteit op Facebook, ja? Bedienen. Ja, want ik geloof dat dat zo is. Alleen En dat is aan de kaak gesteld door die organisatie Avaaz. Ja, ja. Nee, maar er zijn meerdere gevallen. Maar dit is dus zo hard gedocumenteerd dat ze in Amerika. Kijk, je kunt je niet voorstellen dat wij Poetin een boete opleggen van 5 miljard. Zo werkt dat niet internationaal. Maar Facebook heeft die boete wel gekregen. En dat bedrijf, Cambridge Analytics, heeft dus op een, ja, kun je zeggen, slimme manier de mensen gericht benaderd met informatie. Ook weer via Facebook advertenties. Daarom had Facebook daar een belang bij. Er werden advertenties geplaatst. En om even een voorbeeld te geven. Als jij een witte loser was, dan kreeg je berichten over hoe die Mexicanen jouw banen afpakten. Maar als je Mexicaan was, dan kreeg je berichten over hoe meneer Trump allerlei plannen had om jouw werk te geven. Maar is dat nou fake nieuws? Is het nou nepnieuws? Het is manipulatie. In wezen desinformatie. Ja, het is zo oud als de wereld, het is propaganda. Ja? En het maakt gebruik van heel simpele mechanismes. Ze vertellen je dat je niet goed bent en dat wij de oplossing hebben. He, dus zoals ook de hele reclamewereld werkt. Jij bent niet mooi, maar gebruik A, B of C, dan word je wel mooi. Jij bent een loser, koop een Apple iPhone, dan ben je beter. He. Heel oud principe, de kerk gebruikte dat. Jij bent zondig, maar kom zaterdag biechten, dan hebben we dat weer geregeld. Het zijn dus hele oude principes van manipulatie en propaganda. Dat is een duidelijk gebruik of een duidelijk misbruik van digitale identiteit. En nu ga ik misschien iets zeggen wat een beetje hard klinkt, maar we zijn pas aan het begin. Want ik heb dat goed bestudeerd, dat Cambridge Analytics, en die hebben dus 5 of 6 groepen genomen. En eigenlijk heel simpel. Het is van een primitiviteit waarvan ik denk, nou, dat kan nog veel beter. En ik zal dat volgens, dat kan ik op een andere manier duidelijk maken.
We hebben, als je Facebook hebt, je hebt geen Facebook, of wel? Ja, maar heb ik al een half jaar uitgezet. Want, Als je Facebook hebt, dan krijg je, of Google, dan krijg je, als je naar Parijs bent geweest, dan krijg je nog 3 weken berichten over Parijs. Ja, goed, maar ik heb ook Adblock erop zitten. Dat ja, is, goed, ja. Je kunt, maar in principe krijg je dus irritante advertenties. Heel irritant. Heel irritant. Nou, als iets zo geavanceerd is dat het nou werkelijk zou werken, dan is dat toch contraproductief. Precies, waarom dan irritante advertenties? Want ja, daar zal ik absoluut niet gaan kopen. Nee, maar dat wil dus zeggen dat die, of ligt dat aan ons? Dat misbruik van die digitale identiteit nog in een heel primitief stadium zit. We ja, zijn het, nog dat, het bestaat pas. Nou ja, het heeft natuurlijk altijd bestaan in de zin dat... Ja, maar dat het zo massaal is. Ja, maar dat bepaalde wijken wel of niet bepaalde, zeg maar, gemarkt werden als voor hypotheken en dat soort dingen. Dit bestaat al heel lang. Ja, we discrimineren daarmee mensen. Maar nu wordt het persoonlijk. Nu wordt het steeds persoonlijker en ik voorspel dus dat het veel erger wordt. Want als je kijkt naar wat we eigenlijk weten over persoonlijkheid en over identiteit en over ego, en ik schrijf daar boeken over, dan weten we eigenlijk veel, veel meer dan nu nog in die algoritmes, want daar gaat het dan om. Dus die rekenmodellen, die beslismodellen die zij gebruiken, wordt gebruikt. We gaan nog veel verder. We kunnen op dit moment met de gegevens die we over je hebben waanzinnige voorspellingen doen. Het is een oud voorbeeld, maar eigenlijk weet Albert Heijn door die bonuskaartjes eerder dat iemand zwanger is dan dat hij dat zelf weet. Omdat het voedingspatroon gewijzigd is, zeggen ze... Ah, maar dan moet er wel iemand dat zien. Nou, dat betekent dat Albert Heijn die informatie verkoopt aan de, ja, maar aan de babyklerenclub. Er moeten dus algoritmes zijn die dat er dus uithalen. Is dat wel zo verfijnd? Op dit moment vind ik die algoritmes, zoals bij Facebook, niet verfijnd, omdat we ons daaraan irriteren, dus dat is contraproductief. Ja. Maar met meer inzicht in typologie en dieptepsychologie en het idee dat we meerdere identiteiten en persoonlijkheden hebben, als we dat er allemaal in zouden stoppen, dan kan het heel gevaarlijk worden. Dan wordt het zo gevaarlijk dat je eigenlijk een gevangene wordt van je digitale identiteit. Want dan gaat daar dus niet alleen Google mee aan de haal, maar de verzekeraar, je huisarts, de belastingdienst. Dan gaan we doen wat in Amsterdam bijvoorbeeld ook aan de orde is. Dan gaan we kijken wat jij in je huis doet. En dan komen we weer voor die smart meters om dingen, want die kijken alleen maar wat je doet en kunnen niet beïnvloeden wat je doet. Maar met die smart meters kunnen ze dus uiteindelijk heel makkelijk zien of jij alleen woont, hoeveel keer je doucht. Of je wel stofzuigt. Of je wel stofzuigt. Dat ze kunnen alles van je weten. En dus ook zeggen, ah, daar wonen nu 4 mensen in dat huis. Dat klopt niet. En we gaan eens. Ja, of er staan wietplanten, er wordt zoveel stroom gebruikt. Ja, ja. Of er woont niemand. Hè? Dat is natuurlijk ook wel heel makkelijk. Hè? Dus, maar nog even over die digitale identiteit. Jij zegt dat het veel erger wordt. Ik heb daar ook wel visies op. Er wordt al over gesproken dat over 1 jaar of 10 heb je geen smartphone meer nodig. Maar dan ben je dus via nanotechnologie, via je brein, op het 5G-netwerk aangesloten. Nou, dan krijg je echte robots. Nee, dat geloof ik niet. Dat is dus het idee van de mensen die in transhumanisme geloven. Die zeggen, we gaan onszelf nog verbeteren. Want het is natuurlijk waar. Je kunt tegenwoordig een chipje laten doen. Dan kan je beter horen en zien. En dat vind ik prima. Maar of we nou echt cyborgs krijgen, dat wil zeggen half mens, half machines, geloof ik niet. En dat is omdat waar het om draait, is bewustzijn. En we hebben dus nog steeds in de artificial intelligence nog niet begrepen, of eigenlijk ook in de neurologie, niet begrepen wat... Nee, want bewustzijn zit niet in je neuronen. Nee, dat is geen materieel ding. Het is geen materieel ding. Het is een extra dimensioneel ding en we begrijpen er nog heel weinig van. Het is de grote uitdaging. En er zijn mensen als Ray Kurzweil die denken, ja, nee, maar dat gaat allemaal komen. Die praten over de singularity, de dag dat de robot of de AI overneemt van de mensen. Ik zie dat gevaar niet zozeer. Maar wat ik wel zie, is dat we mensen gaan creëren die angstig worden. Er zijn ontzettend veel angstige mensen. Ja, en
En wat betekent angst? En ik was laatst in Kroatië. En ik ben wel eens in, wat vaker in voormalig Oost-Duitsland geweest. En dan valt me altijd op dat die mensen zo slaafs zijn. Zo volgzaam. Die durven niks meer. Omdat ze 30 jaar of hoe lang dan ook... Alles werd over hun identiteit. Dat was dan niet digitale tijd, maar dat werd gewoon doorgebriefd. Hun vrijheid, hun privacy was zodanig aangetast dat ze daar angstige mensen van geworden zijn. Ik was een keer in een groot zwembad in Oost-Duitsland. Echt duizenden mensen, enorm. En daar was bij de ingang zat één mevrouw kaartjes te verkopen. En er was één badmeester. Nou, in Nederland heb je dan ongeveer een leger nodig om al die kwajongens en om de situatie. Ja, en niemand maakte die dingen kapot daar. Iedereen was heel slaafs, docil. Heel docil. Dus tast je de privacy aan, dan tast je dus ons ondernemende stukje, onze vrijheid. Dan doe je heel veel in wat we dan in de filosofie de permanentie noemen en heel weinig aan de flux. Dus de status quo wordt beschermd, maar de verandering niet. En daarmee de progressie, ontwikkeling. Als iedereen dat voorgekookt nieuws en die berichtgeving van internet, als je dat je enige blik op de wereld is, ja, dan wordt het wel erg plat. Ja. En als blijft... dat nog gemanipuleerd wordt ook, want je ziet alleen maar wat je... Dat natuurlijk ook. Er zijn mensen die daar veel geld mee verdienen. Maar waar blijft dan de creativiteit? Nou, die flux, hè, dus die verandering, dat is flux. Creativiteit. Ja. Ja. Hè? We kunnen niet bestaan in alleen permanentie. Dan rustig roest, zeggen we dan. Ja, we hebben diversiteit nodig. Zelfs als er geen diversiteit is, gebeurt er niks. Als je een klas hebt met allemaal dezelfde intelligentie, dezelfde mensen, dan gebeurt er niks. Dan is er geen... Je hebt verschil nodig. En dat verschil zijn we aan het wegpoetsen. En dat is het grote nadeel van internet. Het is zogenaamd transparant. Maar transparantie leidt tot, in de fysica, dat woord ken je misschien ook wel, tot entropie. Het leidt tot een vervlakking. Een enorme vervlakking. Een vervlakking, ja. Dus koud en warm wordt een beetje vaag. Wordt lauw. Ja, alles wordt een beetje... En dat is ook wat we zien bijvoorbeeld in de samenleving. Een van de verwijten die gemaakt worden aan de millennial generatie, die dus tussen 1980 en 2000 zijn geboren, is dat die mensen geen initiatief hebben. Ik heb er overigens een andere verklaring op. Ik zeg, dat heeft te maken met de manier waarop ze geboren zijn. Want de manier waarop je geboren wordt, bepaalt heel erg hoe je in het leven staat. Er zijn alle onderzoeken gedaan en regressietherapie. Maar als je dus geboren wordt op een hele makkelijke manier, want dat is voor het kind natuurlijk heel makkelijk, dan heb je niet leren vechten. En als je niet hebt leren vechten, dan vind je het allemaal wel mooi. Dan vind je het wel goed. En dat is een beetje wat nu de millennials wordt verweten. Ja? Hoe kan je dit nou verweten? Je kunt het systeem verwijten, wat heeft toegelaten dat in Amerika nu 32-36% van de mensen met een C-sectie, met een keizersnede geboren wordt, dat we daarnaast mensen bij de geboorte vol spuiten met ruggenprikken en met allerlei dingen. En in feite moeders... Ja. Dus in feite het geboorteproces, daarin ingrijpen op een manier waardoor het kind... De hele docile kinderen worden. En ook, en dat vind ik ook erg belangrijk, is dat de feromonen die bij een geboorteproces horen, en de, wat we noemen de gut biome, dus de, en daar doen ze wel wat bij keizersneden, maar dat allerlei dingen die bij een geboorte horen, en die heel erg je seksleven later bepalen, hè, want die feromonen op het geboorte van de geboorte bepalen je seksleven, dat gaat doorwerken. We zijn generaties aan het bouwen, die dan zogenaamd wel, we hebben minder Down-syndroom, we hebben dit allemaal niet, maar we krijgen... En dat is heel bekend. Maar wel ADHD en andere stoffen. ADHD, ons sperma is steeds minder krachtig geworden. Dus onze digitale identiteit wordt een steeds grotere cloud. Ja. En onze seksuele identiteit is een pieterig plantje. Als zijnde verschillend, hoewel we denken te leven in een wereld waarin individualisme heel belangrijk is, beseffen we dat al die mensen met een smartphone
allemaal dezelfde informatie. A, lezen en toegediend krijgen. En B, uitzenden. Ja. He, van ik zit hier bij dit of dat. En weer een fotootje van het eten. Of van de hond die je in de microwave hebt gestopt. Dat soort dingen. Het is van een vervlakking. Dat is entropie. En dat is entropie. En dat is het grootste gevaar van internet. En dat betekent niet dat we ermee moeten stoppen. Want het heeft natuurlijk ook enorme voordelen. Ik bedoel, we leven een veel comfortabeler leven. Dankzij internet kan ik doen wat ik dus doe. Mijn hele uitgeverij loopt via internet. Dus het heeft enorme voordelen? Mijn informatievoorziening. Ik zoek altijd dingen op, nou weer veel op YouTube. Ik vind daar schatten aan informatie. Prachtige filmpjes over onderwerpen waar je helemaal niet aan zou denken. Dan moet je bewust gaan zoeken. Maar je moet bewust gaan zoeken. Ja, ja. Maar als je in die entropie blijft hangen, dan vind je alleen maar dat wat voorgekookt is. En wat je eerder ook al hebt gevonden. Wat je eerder had gevonden, ja. Want zo werken die algoritmes. Van oh, je hebt gezocht naar dit of dit of dat. Ja. Nou, waarschijnlijk vind je dit of dit of dit ook waarschijnlijk wel leuk. Ja, ja, oh ja, wat leuk. Ja. Nou, John Perry Barlow, dat is de oprichter van de Electronic Frontier Foundation. Die zich destijds, nog steeds eigenlijk, hij is nu dood, maar die zich druk maakte over de hackers. Ik heb met hem een boek geschreven en wij hadden altijd ruzie. Hij zei, het internet, dat gaat de democratie bevorderen. Dat, net zoals jij, voor iedereen goed. En ik zeg, ja, maar kijk even wat verder. He, want jij bent dan uitgever. Maar wat als iedereen in de straat uitgever is? Dan moet je, dan al die trucs die je al geleerd hebt, die hebben zij ook. En dat zie je. Ja, dat uitgeven is een creatief proces. Wat geef je uit, een boek of een tijdschrift? Dat moet volgeschreven worden en met plaatjes voorzien worden. Daar heb je creatieve mensen voor nodig. Als iedereen, ik zou het prima vinden. Ja, maar ik... Daarom lees ik ook een krant. Want sommige artikelen geven informatie waar ik aan heb. Ja, maar in ieder geval, we zijn het over eens dat er dus op termijn een entropische en vervlakkende invloed is van al deze mooie technologie. En dat dat ons tot massavee maakt, tot consumentisme. Dat we, ja, ik noem dat een beetje organische robots, maar goed. Ja, en dat is jammer, want vooral ook omdat we eigenlijk in een wereld terechtkomen waar we heel veel creativiteit nodig hebben om dat wat op ons afkomt, hè, global warming of de klimaatverandering of global warming noemt, dat komt op ons af. Hè, vorige uitzending hebben we over hitteplan gesproken. Er komen dingen op ons af waar we ons tegen moeten wapenen. We zullen iets moeten doen. En daar is ook creativiteit voor nodig. We moeten in zo'n hittesituatie, dat ik op een gegeven moment dacht van, nou, ik ga natuurlijk heel logisch hoor, ik ga lakens buiten hangen voor de ramen. Fysicus, dat maakt sens. Maar het was wel even creatief. En de buren aan de overkant zeiden, waarom doe je dat? Ja, nou, dat helpt. Dus ja, we hebben creativiteit nodig. Creativiteit is heel erg menselijk. Ja, wij kunnen dingen veranderen. Ja? Aapjes, die veranderen hun leven niet zo. Soms door klimaatverandering gaan daar ook dingen gebeuren. Hè? De bonobo's zijn ontstaan omdat de gorilla's uit hun gebied door ecologische redenen wegtrokken. Maar in principe veranderen beesten hun leefomgeving niet. En wij doen dat wel. Wij hebben de hele wereld, als je nu naar de wereld kijkt vanuit de ruimte, dat doen we, dan zie je hoe wij deze wereld hebben gevormd. Ja, met bebouwing, met... Maar wat mij dus ook is opgevallen, dat mensen die dus in de flux leven en dus echt originele dingen bedenken, die hebben te maken met een enorme weerstand van de permanentie, van de regelgeving bijvoorbeeld. Ik weet het van waterprojecten waarbij... De status quo moet gehandhaafd worden. Maar de status quo leidt tot vernietiging en het nieuwe idee tot herstel van een heel gebied. Maar dat probeerde de overheid een punt achter te zetten. Maar de overheid dus de is de essentie, permanentie. De overheid, ja. Dat is sociaal. Wat dat betreft is het neoliberalisme en het individualisme natuurlijk iets. Daar zie je dat het individualisme een functie heeft en nuttig is en nodig is. Ja? Maar er moet altijd een evenwicht zijn tussen die twee. Precies. Dus dan hebben we het over identiteit.
Ja, we moeten zorgen dat persoonlijkheid. Dat onze identiteit die beide kanten omvat. Ja. Jij moet toch zorgen dat je inkomen hebt en dat je huis er netjes uitziet. Permanentie is belangrijk, ja, maar zonder flux kan ik niet leven. Je kunt zeggen, het is het mannelijke en het vrouwelijke. Er zijn allerlei ideeën over. Het is een basisprincipe wat we in de filosofie en in de rechtswetenschap zouden moeten gebruiken. Maar het is duidelijk dat die digitale identiteitsvragen die nu op ons afkomen, de nieuwe algoritmes, het idee van computers en big data, dat dat erg gevaarlijk is. En dat we ons daarvan bewust moeten zijn. En zoals ik begon, we zijn daar in Amsterdam niet handig mee bezig. En dat was eigenlijk de boodschap voor vandaag over digitale identiteit. Laten we gewoon beginnen met wat we in Amsterdam kunnen doen om de autonomie over onze gegevens, onze verkeersgegevens, onze persoonlijke gegevens in eigen hand te houden. En niet over te laten aan Google, Facebook en dat soort organisaties. Hier, hier. Hier, hier.